Rosalie de Graaf is dit jaar uitgeroepen tot beste jonge ondernemer van 2019. Dat is wat. In de lijst staan de meest veelbelovende jongeren tot en met 25 jaar. Ja, Roosje wordt geroemd om je street art. Ja, klopt. Wat is street art voor mensen die dat niet weten? Street art, dat is eigenlijk kunst in de openbare ruimte, dus op grote gebouwen. Je beschildert muren eigenlijk? Ja, ik beschilder grote muren, ja, of in restaurants ook binnen, maar vooral in de openbare ruimte. Ja. Wat is jouw stijl? Ik maak hele realistische werken en ik ben gespecialiseerd in portretten. Vind ik heel mooi, omdat het echt een uitdaging is. Het moet precies kloppen. Als het oog iets hoog zit, dan ziet er mooi uit, hoor. Klopt het niet. Ja. Ja. En je hebt het geleerd, begrijp ik, via YouTube? Ja, ik weet niet of je bekend bent met Bob Ross. Ja, Bob Ross. Ruby Red en Tangerine Green. En ik heet Roos, dus noem mij Bob Roos. Dus ik heb heel veel video's gekeken op YouTube van hem en nog andere mensen. En zo ook alles geleerd, alles online. Ja, knap hoor. Maar dat ging je gewoon naschilderen dan thuis? Ja, klopt. Alle technieken dus van tevoren bestudeerd. Je volgt eigenlijk gewoon workshops, maar dan online. Je kan pauzeren, terugspoelen. Dat is de beste manier om te leren. Ja. En dan begin je lekker met in eerste instantie eigenlijk een hobby om te kijken hoe goed je kan worden. Ja. En dan groei je uit tot beste ondernemer. Ja, dat was niet. Dan ga je de hele wereld over. Wat is er gebeurd allemaal in de tussentijd? Ja, eigenlijk had ik zelf niet echt door dat het een talent was. Ik vind heel veel dingen leuk om te doen. Maar uiteindelijk kwam ik dus achter dat het best wel iets unieks is. Dus ik studeerde geneeskunde. Ik heb bij mijn studie gestopt. En, echt ook een stap trouwens. Ja. Je gaat er zo makkelijk overheen. Ja. Dus ik moest kiezen tussen of arts worden of kunstenaar. Ja. Want helemaal samen ging dat niet. Het kost veel tijd. Wat vonden ze daar thuis van, even tussendoor? Ze hebben altijd mijn geloof, mijn ouders. Ja. Dus, maar ik vond het wel moeilijk om te vertellen. En het is, je hebt nooit zekerheid in het leven eigenlijk. Dus dan maar iets doen wat ik echt leuk vind. En binnen 2 maanden beland ik in de top 5 van Street Art Awards. Een hele grote prijs in de kunst. Dus toen was het al gelijk raakt. En dacht ik, oké, dit ga ik doen. Maar je werk wordt opgepikt, gezien, er komen opdrachten binnen. Hoe werkt zoiets? Want niet overal in elk land kun je zomaar naar hart en lust je gang gaan. Nee, dat klopt. Ik ben veel actief geweest in Azië. En in Nederland heb je echt vergunningen nodig om op een gebouw te schilderen. En in Azië, in sloppenwijken, vinden ze dat alleen maar heel mooi. Wordt het dan gauw beter, hè? Zeker. Dus dat is ook heel mooi werk. Ja, je doorbraak kwam met een wonderlijke combinatie. Een zoenende Trump en Poetin. Ja. Hoe ben je op dat idee gekomen om te beginnen? Nou, ik vind het mooi als achter street art echt een verhaal zit. En ik word geïnspireerd door politieke onderwerpen. Het was net in nieuws vorig jaar met Poetin en Trump, de hele conferentie. Ja. En toen besloot om een kunstwerk te maken van Poetin en Trump die elkaar zoenen. En de man uit Korea en uit China erbij betrokken. Ja. En wat gebeurde er daarna? Nou, ik heb het op social media gepost en toen ging het viral. Ik kreeg heel veel reacties uit Amerika. Trump supporters die vonden het niet zo leuk. Maar super spannend voor jou ook natuurlijk, hè? Ja. Wat er over je heen komt. Ja, want ik weet niet of je bekend bent met Banksy, maar die doet ook dingen. Banksy. Dus een kunstenaar die eigenlijk nooit zichtbaar is, maar wel fantastisch werk maakt. Oh ja, dat weet ik dan weer niet. Daar hebben we Sonja voor. Ja, en hij spreekt ook onderwerpen aan die eigenlijk taboe zijn. Ja. Maar hij heeft zijn gezicht er niet aan verbonden en ik wel. Dus ik kreeg persoonlijke brieven binnen natuurlijk. Dus dat was een hele positieve reactie, maar ook een negatieve reactie. Ja. Wat zijn de meest bizarre dingen die je hebt meegemaakt tot nu toe? Ik ben naar Bali geweest, waar ik een Balinese prins heb ontmoet. Zijn vader had 4 vrouwen en 20 kinderen. Dat zou af zijn als hij een aanzoek gedaan had, denk ik. En toen ook 2 weken lang in een villa gewoond. Met allemaal supermodellen en fotografen. Dat is wel heel bizar. Ook samen met die prins heb ik een kunstshow gedaan op Bali. Dat is wel heel bijzonder. Ook heb ik geëxposeerd in het Nationaal Museum van Wenen. Naast een van de bekendste kunstenaars ter wereld. Dus dat was ook wel heel bijzonder. Je begeeft je in allerlei kringen en dan hier kom je weer terug. En dan ben je gewoon weer Roos eventjes. Ja, precies. Maar wel die prijs gewonnen. Ja. Wat, hoe was dat? Ik kreeg dus een mailtje dat ik was genomineerd voor de Jonge 100. En niet zoveel van verwacht eigenlijk. Mensen konden thuis stemmen en het werd ook bepaald door de jury. Of je won of niet. En toen had ik gewonnen. Het was een bijzonder moment ook, hè, dat gebeurde. Ja, klopt. Want vorige maand heb ik mijn moeder verloren. Ja, de belangrijkste persoon in mijn leven. Mm. En 2 weken later won ik die prijs. Dus dat was eigenlijk wel heel dubbel op. Je kom je wel achter wat echt belangrijk is in het leven. En het motiveert me juist alleen maar om door te gaan. Dus, Heb je het idee dat ze meekijkt? Ja. Ik heb ook die nacht voordat ik de prijs won gedroomd over haar. En ik rook haar parfum. Wel een hele gekke ervaring. Wow, bijzonder. Dus ik geloof daar wel in dat ze meekijkt vanuit boven. En, En ze heeft ook werk van jou gezien, hè? Ja. Natuurlijk. Was ze trots? Heel trots, ja.
Wat zijn de plannen voor de toekomst? Nou, eigenlijk zou ik op dit moment in mijn lijstje zitten. Bij een hele... Maar je bent voor de helden hier gebleven. Ja, voor een hele groot festival. Dat was ook wel tof, maar dat ga ik volgend jaar dan maar oppakken. En ja, mijn doel is om in zoveel mogelijk landen op de wereld een schildering te maken. Is het gebeurd dat inmiddels op aanvraag? Dat mensen je bellen en zeggen, ja, kan je hier iets komen schilderen? Ik hoef nooit naar opdrachten te zoeken. Ik krijg een stortvloed aan opdrachten binnen elke dag. Omdat ik heel goed word gevonden op Google. Dus eigenlijk goed een luxe positie. Op Google. En je maakt ook mooie portretten. En het leuke is eigenlijk aan tafel nog weer dat samenkomt. Want je hebt ook een heel mooi portret van Duncan gemaakt. Ja, klopt. Ik heb hem gesproken op de dag van het Eurovisie Songfestival. Oh, mooi. Ja, in Hengelo op straat heb ik live in een paar uur een portret gemaakt met spuitbus. En er kwam iemand langs op straat die Duncan persoonlijk kende. En die had hem gebeld. En die zei van, hey, Nederlandse supporter... is hier een portret aan het maken van jou. En toen zei hij, oh, wat gaaf. Dus, en die avond won hij het Songfestival. Kijk, dus, het zal geholpen hebben, denk ik. Ja, ik denk het wel. Ja, valt het mooi op zijn plek zo. Ja, zo is dat. Ja. Dankjewel en veel succes het komende jaar. Dankjewel.